Hallo kijkers, allemaal van harte welkom bij een nieuwe mini-vlog. Dit zou eigenlijk een kookvideo moeten zijn, maar ja, zoals je aan de titel kunt zien, is het niet helemaal goed gegaan. Ik zat eergisteren, zat ik even te denken van wat zal ik gaan koken voor mijn nieuwe kookvideo. En toen bedacht ik me, oh ja, ik heb al een tijdje een aantal verzoekjes liggen, een stuk of 6. En daar had ik helaas nog niks mee gedaan, sorry, maar ik dacht een mooi moment om daar eens mee te beginnen. Dus ik had een verzoekje van Macy om koekjes te bakken. Ik had een verzoekje van Salty Brunette voor oliebollen, maar die ga ik pas doen tegen het eind van het jaar. En dan nogmaals, die oliebollen eten we niet met kerstmis, maar met oud en nieuw. Iemand die vroeg of ik een keer ketchup wil maken. Nou, hartstikke leuk, heb ik nog nooit gedaan. Iemand vroeg om een frikandel te maken, dus het vlees zelf. Naar aanleiding geloof ik van mijn Jos Brinkie of frikandel speciaal video. En via Facebook kreeg ik deze van Ricardo, mijn oude buurjongen, of ik een keer rotti wil maken. En als laatste had ik deze van Nick van Wiggen. Nick van Wiggen, ik weet niet hoe je het uitspreekt. Een Groningse eierbal. Nou, dat vond ik super leuk om een keer te gaan proberen. Ik heb zo'n ding nog nooit gegeten. En nog nooit gemaakt. Dus ja, ik ging er met vol goede moed in. Maar is helaas gewoon niet goed gelukt. Het was wel lekker of zo. En ik had een beetje mijn eigen manier verzonnen om het niet al te moeilijk te doen. En, maar ja, uiteindelijk, toen het uit de frituur kwam, zag het eruit als een oliebol. En toen ik het doorsneed, ja, het bleef gewoon niet goed zitten allemaal en het was gewoon een zootje. Dus ik dacht, ja, hier ga ik geen video over maken, dit slaat nergens op. Dus ik dacht, ik maak wel even gewoon een mini-vlogje zo en dan kan ik even melden dat ik bezig ben met die verzoekjes. Dat had ik in de video die zou moeten komen ook al gezegd, dus bij deze. En meteen ook even over Kanaal Oranje. Kanaal Oranje, dat vind ik echt het allerleukste om te maken op dit kanaal, maar het is echt super veel werk. En ik heb voor mij al meer dan anderhalve maand geleden een teaser online gezet en ik heb nog steeds de aflevering niet gemaakt. Sorry, ik weet dat de mensen op zitten te wachten en ik wil hem zelf ook heel graag maken. Maar het is gewoon echt super veel werk en ik heb heel veel andere dingen te doen op het moment. Dus ik heb hem heel even op een laag pitje gezet, maar het is zeker niet afgelopen. Ik ga zeker weer een nieuwe Kanaal Oranje maken, want het verhaal is een soort van klaar. De teaser, nou ja, je ziet waar het over gaat. Nijntje niet, pluis. Kijk, heel goed, pluizig vriendje van me. Die zegt niks meer. Dus, dat gaan we doen. Maar ik weet niet wanneer, dus je ziet het wel verschijnen een keertje ooit. En dan zat ik eigenlijk te denken om voor donderdag wil ik een gehaktbal kiekeboe maken. Want ik had gehakt gehaald ook en ik heb genoeg eieren nog. En die heb ik wel eens vaker gemaakt. Het lijkt er een beetje op, maar een gehaktbal kiekeboe is dan een gehaktbal met een ei erin. Dus dat is heel wat anders. De Groninger eierbal is een hardgekookt ei in ragout, gepaneerd en dan gefrituurd. Dus eigenlijk is dat een hele grote bitterbal met een ei erin. Maar die gehaktbal kiekeboe vind ik echt heel leuk en die ga ik gewoon voor komende donderdag maken. Ja mensen, en al die andere verzoekjes ga ik ook allemaal een keer doen. Ik heb ze allemaal bij elkaar gezocht, superleuk. En ja, sorry dat ik er nu pas mee begin, had ik eigenlijk veel eerder moeten doen. Maar goed, komt allemaal goed. Nou mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Ik zie jullie donderdag. Doei!